Ik heb wel echt momenten flink lopen balen. Lopen schelden, lopen vloeken. Hij is pas 22 jaar, maar behoort zeker niet tot de spelers die aan het begin van een voetballoopbaan staan. Kikpiri had de wereld aan zijn voeten, verkaste op jonge leeftijd naar Ajax, maar kreeg vervolgens te maken met een aantal slepende blessures. Zijn stempel kon hij dan ook nog niet drukken. Maar aan stoppen dacht hij nog nooit. Nee, nooit. Ik heb wel echt momenten flink lopen balen. Lopen schelden, lopen vloeken. Omdat ik geblesseerd raakte. En je gaat nadenken, waar ligt dat dan aan? Wat is er fout gegaan? Wat je gaat nadenken meteen daarna, tenminste zo zit ik in elkaar. Wat kan ik hier beter aan doen? En mijn hoofd liep dan helemaal over. Je probeert heel veel aan te vliegen. Maar op een gegeven moment komt daar rust in. Dan maak je een plan en dan ga je weer verder. En als je dan eindelijk weer kan voetballen en weer fit bent en weer dit voelt. En dat zei ik ook in eerdere interviews toen ik bijvoorbeeld net naar PSV mijn eerste wedstrijd gespeeld had. Daar komt zoveel genot vrij tijdens het spelen. Dat is misschien wel eigenlijk meer dan het ooit is geweest bij mij. Dat is gewoon heel fijn dat ik nu gewoon op het veld sta. Ik kende Excelsior niet echt heel erg goed hiervoor. De mensen, vooral achter de schermen, vind ik hele fijne mensen. Ik vind dat wel uniek in de voetballerij. Zeker bij grotere clubs is het iets onpersoonlijker. Hier was dat helemaal niet zo. En na die blessure is dat een heel fijn, warm bad waar je dan eigenlijk in komt. Dat is heel prettig om weer ritme op te doen. Het genot dat Piri momenteel ervaart bij Excelsior heeft er bij Ajax nog geen moment in gezeten. De verdediger speelde nog geen minuut in de hoofdmacht, maar denkt dat hij er profijt van heeft dat de club van het kaliber Ajax op zijn cv staat. Ja, dat denk ik altijd. Het is niet voor niets dat Ajax dat je ooit voor een flinke som geld naar Ajax bent gegaan. En dat denk ik dat dat voor elke grote club geldt. En dus ook voor Ajax. Dus ja, ik denk dat dat zeker een voordeel is. Hier en daar hoor ik ook wel van mensen, soms vanuit de media, in dit soort interviews. Wat ga je volgend jaar doen? Hoe zit het met de situatie bij Ajax? En daarin zijn nog gewoon heel veel onzekerheden. Ik heb nog 1 jaar bij Ajax, er is een nieuwe technisch directeur. Ik weet niet hoe volgend jaar de staf van Ajax eruit gaat zien. Dus ja, daarin zijn nog zoveel ook externe factoren die kunnen gaan bepalen wat uiteindelijk mijn keuze wordt. Maar er is niet tussen mij en wie dan ook van Ajax contact geweest nog over eventuele ontwikkelingen voor volgend jaar. Nu Excelsior zich heeft verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie, bestaat de kans dat Piri ook volgend seizoen in Kralingen speelt. De verdediger heeft in ieder geval 1 belangrijke voorwaarde gesteld. Spelen. Gewoon structureel spelen. Ik moet gewoon meters maken. Minuten maken, dat is voor mij het allerbelangrijkste nu. Ik denk dat Nederland wel weet wat ik kan aan de bal. Maar ik denk ook, hoewel ik pas 22 ben, ook wel vrij veel heb meegemaakt. Dat is een van de redenen dat Excelsior me ook gehaald heeft. Is gek genoeg op die leeftijd, wat veel mensen niet zouden zeggen, maar ook voor een stukje ervaring. Ik heb bij grote clubs gezien hoe het gaat, bij middenmoot, nu bij een rechter rijtje Eredivisie. Ik denk dat ik in dat opzicht ook wel heel veel mee kan brengen.